vrijheid. In uw pledge staat ook het woord verstandelijk beperkte, toch? Want dat is voor u een belangrijke groep om juist in het kader van Alles is Gezondheid ook wat resultaten te gaan boeken. Dat is onze doelgroep, dus in de meest brede zin, mensen met een beperking. En gezondheid is natuurlijk een issue, gewoon een hot issue op alle fronten. We werken samen met onderwijs, we medewerkers inzetten om een kookworkshop te doen. We doen trainingen met onderwijs, we zetten bewegingsprogramma's in, we zetten sportclubs in. Dus we hebben eigenlijk een variatie die we samen met iedereen die het maar wil en kan, voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Wat jullie doen bij Prisma is ook niet alleen farming, maar ook die coaching, gezonder koken, bewust worden over wat gezond voedsel is. Over een jaar, waar staan we dan met Prisma en uw pledge? Volgens mij hebben we aangegeven waar we nu mee bezig zijn. Dat is echt zoveel, omdat we het belangrijk vinden eigenlijk. Dus reken ons daarop als over een jaar, van hoe zijn al die projecten? Dus we hebben daar, we hebben eigenlijk al voor onze handtekening ondergezet natuurlijk, anders deden we het al niet. Maar we willen eigenlijk aangeven van wij hebben een commitment op dit punt. En daar verbinden we ons aan. En anders is het ook een handtekening die nergens over gaat. Exact. Nou, als we een commitment hebben en een handtekening die ergens voor gaat en iets betekent, dan gaan wij voor u applaudisseren. Prisma, u gaat uw handtekening zetten. De pledge die wij getekend hebben is voor ons heel belangrijk. We sluiten aan op de ontwikkeling die we ingezet hebben vorig jaar. Wij hebben een programma, Lekker in je Vel, eigenlijk voor alle cliënten die zorg van Prisma afnemen. Of ze wonen bij ons, of thuis wonen, of alleen dagbesteding krijgen. We vinden echt gezondheid ongelooflijk belangrijk. En je merkt dat bij mensen die met een beperking in het leven staan, echt moeite hebben om dat zelf goed georganiseerd te krijgen. Het is geen onwil, maar ze hebben echt steun nodig om het voor elkaar te krijgen. Alles is gezondheid.